En dan donderdag is het weer Hemelvaartsdag. Een van de vele christelijke feestdagen die in het voorjaar plaatsvinden in navolging op het paasverhaal. Ondanks dat hemelvaart in de praktijk vaak een teken staat van festiviteiten en braderieën, heeft het natuurlijk toch een heel andere betekenis. Maar hebben we die kennis ook paraat? In Nederland is hemelvaart een officiële feestdag. Veel mensen hebben vrij op hemelvaart, de 40e dag na Pasen. Met Pasen is Jezus Christus volgens de Bijbel uit de dood opgestaan. 40 dagen hierna keert hij terug naar de hemel, dit wordt gevierd met hemelvaart. De vrije dag wordt gewaardeerd, maar veel mensen weten niet exact waarom ze nou eigenlijk vrij hebben. Ik heb echt werkelijk waar geen idee wat er wordt gevierd. Nee. Wat? Ik denk nog minder dan haar. Ik zou het echt niet weten. Dat weet eigenlijk niemand. Ik zou het niet weten. Wie het wel weet is de pastoor van parochie Groesbeek. Volgens hem gedenken christenen tijdens hemelvaart dat Jezus is opgevaren ten hemel. Dat hij overgegaan is naar de Vader, het huis van de Vader. En dat is gebeurd in Jeruzalem op een berg. En dat wordt ieder jaar weer herdacht, dus 40 dagen na het paasfeest. Als er doorgevraagd wordt, komen de mensen op straat echter wel in de buurt van wat hemelvaart inhoudt. Dus helemaal onbekend is de feestdag niet. Iets met Jezus waarschijnlijk, dat hij is opgestaan weer of zoiets. Maar dat is volgens mij met Pasen, dus. Dat Jezus naar de hemel gaat. Alle heiligen die overleden zijn. Ja, als ik het goed zeg, het opstaan van Jezus. Nou, ik weet het wel, want ik ben katholiek. Maar ik kan er nou niet zo goed op komen. Het heeft iets met Pinksteren te maken en de Heilige Geest. Die dingen. De periode tussen Pasen en Pinksteren liet Jezus Christus zich zien aan verschillende apostelen en zei hij ook dingen tegen hen. Vanaf hemelvaart liet hij zich voorgoed opnemen in het huis van de Vader. Dus de afgelopen periode hebben christenen door middel van verhalen herdacht dat Jezus regelmatig verscheen aan de apostelen. Er zijn altijd nog verhalen uit de vier evangelisten en de handelingen van de apostelen. Die verhalen daarover, over de verschijning van Christus naar de graflegging, het opstaan uit het graf en dan de verschijningen. Dus, resumé, hemelvaart is meer dan alleen een vrije feestdag. Het is niet het herdenken van doden, maar specifiek het herdenken van hoe Christus zich gedurende 40 dagen aan verschillende apostelen liet zien en daarna voorgoed terugging naar de hemel. Ja, nou, interessant, want ik wist het niet.